Hallo iedereen, welkom weer bij een nieuwe video en welkom op ons kanaal. In de vorige video op ons kanaal heb je kunnen zien dat ik mijn kledingkast heb opgeruimd, herorganiseerd. En dat ik mijn zomerspulletjes heb opgeruimd en mijn herfst- en winteritems weer in de kast heb gehangen. En dat opruimen is natuurlijk super lekker, maar het heeft er ook voor gezorgd dat ik een beetje heb gezien. Ik heb gezien wat ik dus nog voor items voor deze aankomende seizoenen heb liggen. En dus ook wat ik misschien nog mis. Dus in plaats van dat ik nu het internet opduik, alle webshops inga of misschien gewoon de winkels in de stad afga, leek het me leuk en Tara ook om weer eens een keer naar wat kringloopwinkels te gaan. Dat is iets wat ik eigenlijk vroeger heel vaak deed. Ik denk dat het misschien ook nog wel een beetje in het begin was van onze blog en YouTube kanaal dat ik daar vaak naartoe ging. Ik vind het gewoon heel erg leuk om lekker te snuffelen, goede vondsten te doen voor een goede prijs en het is natuurlijk ook heel erg fijn om gewoon kleding te herbruiken. Dus het is wat dat betreft ook wat duurzamer dan alleen maar nieuwe kleding shoppen. Dus zoals je misschien wel weet wonen Tara en ik in Utrecht en het lijkt ons leuk om dus gewoon wat kringloopwinkels hier in de stad af te gaan. Want ik moet toegeven dat ik er pas eigenlijk een enkele paar heb bezocht. Dus ik ben ook heel erg benieuwd om wat nieuwe te bezoeken. Dus vandaag gaan we wat kringloopwinkels af. En we doen daarnaast ook nog even wat vintage winkeltjes die we in de stad hebben. Ik ga vandaag wel samen met Tara een beetje met een doel erop af. Zo hebben we bedacht dat we graag iets van een oversized t-shirt of sweater willen. Die kunnen we misschien nog een beetje afknippen zodat het een beetje een cropped exemplaar wordt. Verder zijn we op zoek naar iets van denim. Dus misschien een mooie high-waisted denim broek. Een rok, jasje of misschien wel zo'n vest. Dus zonder mouwen. Dat is misschien wel heel erg leuk. Verder zijn we ook op zoek naar home accessoires. Dus denk aan misschien een leuke kaarsenhouder, mandjes, bakjes. Dat soort dingetjes kun je natuurlijk allemaal leuke frutsels in kwijt. En daarmee kun je interieur net een beetje veranderen. Nummer 4 is misschien een leuk bordspel of een ander soort spel wat we gewoon thuis kunnen doen. En als laatste is Tara op zoek naar een leuk enkel laarsje met een blokhak. Ik ga eventjes een jasje aandoen. Ik heb een vrij makkelijke kleding vandaag. Gaan comfortabel, omdat we dus best wel dingetjes afgaan. En dan stap ik de fiets op en dan zie ik zo meteen Tara. Gaan we lekker shoppen. Ik laat anders gelijk ook wel even mijn outfit of the day zien. Ik weet niet 100% zeker of ik er compleet fan van ben, maar ik heb geen zin om me weer om te kleden. Het is een t-shirt van AliExpress. Deze hebben jullie echt al heel vaak gezien. Jeans is van Urban Outfitters. Riem is van Mango. En daaronder heb ik gewoon mijn Converse, want die zijn natuurlijk gewoon comfortabel en lekker makkelijk. En hier overheen doe ik alleen nog even een bomberjasje. Ik denk dat ik een rugtasje mee heb, zodat die lekker gewoon uit mijn weg is. Ik denk dat dat wel heel erg chill is. Zo, ik ben net aangekomen in de stad en ik sta nu aan de Oude Gracht en er zijn hier vier, volgens mij, locaties. Drie of vier locaties van Kringloop de Arm. Kijk, hier zie je hem aan de overkant zitten. Deze heeft kleding staat erop. Daar heb je er nog één bij het groene. En daar heb je denk ik, ja, ik weet niet, misschien geen andere dingen aan kleding. En ik sta nu aan deze kant van de Oude Gracht. En daar heb je er daar eentje waar die man staat. En hier heb je er nog eentje. Dus ik weet niet zeker of deze helemaal doorloopt, dat hij zo groot is. Maar ik denk dat elke winkel of elke vestiging een beetje een ander soort aanbod heeft. Dus dat zouden we eventjes moeten gaan kijken. Maar er zijn in ieder geval best wel wat opties. En verderop hebben we ook nog een episode zitten. Dus dat is echt meer een vintage winkel. En de Second Sas. Dat is ook meer vintage winkel, dus we hebben hier best wel veel opties. Ik sta trouwens nog buiten omdat 1. deze winkels zijn nog niet open. Ik moet volgens mij nog 10 minuutjes wachten, dan is het 12 uur, dan gaan ze dus blijkbaar open. En ik wacht nog even op Tara, want die is er nog niet. Wel, ik heb Tara gevonden hoor. Hallo! Ik zag dat we hetzelfde tasje om hebben, dus nice. Is gewoon lekker makkelijk, toch? Ja, dacht ik ook. Dus we gaan nu eerst eventjes naar deze en dan gaan we zo het rijtje af en dan gaan we zo naar die andere twee waar ik net ook al over vertelde. Dus we kunnen lekker aan de slag gaan op één locatie, wat ik heel chill vind. Ja. Ah, ik vind deze echt super mooi. Eigenlijk meer om neer te zetten in huis, maar ik weet dat het niet gaat passen. En Larissa heeft mandjes gevonden. Ze zijn niet hetzelfde. Deze is rond. Dus misschien deze past volgens mij bij degene die ik al heb. Kijk, 95 cent. Hij zit daar, hij is nog helemaal schoon. Ik ga deze doen voor mijn toiletrollen. Is goed. Ja, deze neem ik. Sowieso echt heel mooi ingericht. Laat deze twee staan, nice. Dus voor de liefhebbers. Ja. Nou, hier staan we op de kledingafdeling. Ik zag hier al een mooi nep leren broekje. En schoenen, maar nog niet precies wat ik zou willen. Daar loopt Larissa. Wat is dit? Nog meer meubels? Ja, het loopt er nog helemaal door en zo. Je ziet dat je nog die werfkelder zo goed ziet.
Het is vet groot. We zijn hier nog nooit geweest, maar het ziet er best wel chill uit. En ze hebben het heel mooi ingericht, heel overzichtelijk, zeg maar. Dus dat vind ik wel heel erg prettig winkelen eigenlijk. We hebben een super mooie jeans gevonden. Het is zelfs een Levi's 501. Maar ik denk dat die net te groot is. Welke maat is dat? Is dat 32? Maat 32. Hou eens voor in. Die ziet er echt super mooi uit nog. Ja, is mooi. En deze kost maar... 12,50? Misschien wil ik hem passen. Super cheap. Oké, okay, nou hij is wel echt te groot. Kijk, die zit hier. Ruimte en dan hier bol. En... Het is hem niet, maar ik denk dat het die bij een ander wel... Ja. Heel cool kan zijn. Het is in ieder geval leuk om te zien. Ik vond deze super gas sneakers trouwens ook heel erg leuk. Ik bedoel, zeg maar, de zool kan je makkelijk schoonmaken. En dan zijn ze nog in hele goede conditie. Het is alleen net een maatje te klein. Maat 37. En even kijken hoeveel deze kosten. De prijs zie ik eventjes niet. Maar de prijzen vallen hier echt best wel mee. We staan nu in de andere. En dit is een hele kast. Vol met allemaal spelletjes. Ik heb deze in mijn hand. Dat is 5 euro maar. En deze heeft Tara. Die is ook super leuk. Ja, ik denk niet dat ik deze ga halen. Maar volgens mij is die wel heel grappig. Ze hebben heel veel opties. Zo, we hebben net eventjes gekeken bij de kleding tweedehandszaak. En wat ik heel erg grappig vond is ik kwam een jurkje tegen. Zwart met bloemetjes. Zo'n wikkeljurkje. En volgens mij is dat degene die ik zelf heb ingeleverd een keer. Want ik heb een tijdje geleden mijn kledingkast opgeruimd. En spulletjes waarvan ik dacht, hier kan ik een ander echt blij mee maken. Voor een kleine prijsje waarschijnlijk. Die heb ik dan naar de kringloop gebracht. En ik weet bijna zeker dat hij van mij is. Want ik heb hem bij de TK Maxx gescoord in Amerika of zo. Deze outfit op de day heb ik daar een keer mee geplaatst. Hij is echt super leuk. Ik had hem alleen één keer gewassen. Toen was hij gekrompen. Dus ik past hem niet meer. Als je misschien eens korter bent, dan pas je hem wel. Dus hij zit bij Kringloop de Arm op de Oude Gracht met het bordje kleding. Daar hangt hij tussen de rekken. En ik vind dat wel heel erg leuk om te zien. Omdat ik dan toch weet dat mijn kledingstuk uiteindelijk echt in een winkel is beland. Want het is toch altijd een gok wat er dan gebeurt. Hey Poes. Kijk eens. Hey. Zo, we zijn nu bij onze volgende locatie aangekomen. En dat is hier. Dit is de Second Sauce. En daar aan de overkant heb je de Episode. Dus die kunnen we ook weer zo vlak na elkaar doen. Kijk, deze te leuke rolschaatsen. En het is ook nog mijn maat. Maar ik heb eigenlijk al een paar rolschaatsen. En ook nog een paar skielers. Maar ze zijn echt super tof. Voor maar 35 euro. Heel leuk. We zijn nu in de Episode. En er zijn heel veel denim jasjes hier. En Tara is nu een ander jasje aan het passen. Een soort van oversized bomberjasje. Met een hele toffe binnenkant wel. Hij is al oversized. Dus hij is wel echt te groot. Ja. Maar wel leuk. En verder heeft ze ook nog wat jeans om te passen. En ik heb hier een ander jasje die ik even wil passen. Leuk. Voering kan eruit. Ja. En een binnenzak. Er zit nog een binnenzak in. I love binnenzakken. We gaan hier deze jassen liggen. Dus daar heeft er even eentje aangedaan. Ze zijn echt super lang van kappa met echt zo'n zachte teddy binnenkant. Dat is wel lekker. Ja, hè? En ik denk dat hij dus regenbestendig is. Maar hij is wel hele korte... Oh nee, valt ook al mee. Ik vond het stiekem wel heel leuk. Vooral dat hij lang is. Dat is wel heel nice. Ga je toch lekker beschermd tegen de winterse dagen zijn. Zoals ik altijd zeg, shoppen maakt hongerig. Dus wij zijn hier naartoe gegaan. Dit is een nieuw tentje op de Amsterdamse straatweg. Sibari. Sibari. En we hebben 3 lekkere kleine taco's. Het ziet er echt super goed uit. Eet smakelijk. Nou, het is inmiddels alweer wat later. We zijn nog bij 3 of 2 kringlopen geweest. De Amsterdamse straatweg. Maar helaas vonden we daar eigenlijk overal niet echt een succes. Ik zal even het scherm wat hoger zetten, want het is zo donker. Dus daar zijn we niet geslaagd en we zijn teruggereden naar, ja, zoals je kan zien, de Oude Gracht. Dat was eigenlijk de eerste kringloopwinkels waar we naar binnen gingen. En we hebben allebei nog wat gekocht. Geef ik het woord aan jou. Ik heb een wereldbol gehaald. Hij kwam me heel erg bekend voor. Ik heb het vermoeden dat hij misschien van Action is geweest, misschien ook wel niet. Maar ik wilde hem heel graag hebben, want hij is zwart. En ik heb thuis nog een blauwe liggen, dus dan doe ik die blauwe weg. En doe ik deze... in mijn woonkamer, dat vind ik net iets mooier staan. En hoeveel was deze? 2,95. Nou, ka-ching! En dan hier ook nog een spel, want Therese wilde heel graag een spelletje hebben. Want dat hebben wij gewoon niet. En tweedehands is dat echt prima te doen. Deze kost 4,95. En ja, dan moet je al die driehoekjes met elkaar matchen. Echt een oldschool spel als je kijkt naar de mensen die erop staan. Ja.
Wel leuk. Wel leuk. En ja, voor 5 euro is het wel heel erg leuk. Ik ben weer thuis en dit is dus die wereldbol waar ik het over had op mijn barcard. Ik vind hem wel leuk, maar ja, hij is eigenlijk niet zo mooi. Hij ziet er ook een beetje goedkoop uit, dus deze ga ik wegdoen. En ik heb nu natuurlijk mijn andere, die ga ik even opzetten. En hij past echt veel beter. Kijk nou. Tada! Ik vind het op zich wel een groot verschil. Want het is nu ineens een zwarte bol en hij is ook een stuk hoger. Dus dat staat eigenlijk ook echt veel beter. Dus ik ben er heel erg blij mee. En ja, dit past gewoon echt nogmaals veel beter erbij dan deze blauwe. Yes, I love it. Zo, ik ben weer thuis zoals je kan zien. En ik dacht ik ga nog heel eventjes iets beter laten zien hoe deze mand eruit ziet. Volgens mij is deze gewoon van de IKEA. Want ik zie het aan de binnenkant volgens mij ook staan als... Ja, IKEA. Volgens mij heb ik dus al eentje daarvan. Dus dan past hij daar echt super goed bij. En ik was gewoon heel blij mee. Omdat hij gewoon helemaal, ja, vrijwel nieuw is. Het gewoon eigenlijk geen vlekken op, geen haaltjes. Dus dat is gewoon echt geen geld. Dus heel blij mee. En dit is dus nogmaals dat spel van net. De doos voelt een klein beetje, ja, ouderwets aan. Een beetje stoffig en dergelijke. Maar ik had zelf wel even aan de binnenkant gekeken of die nog compleet uitzag. Nou, dit zijn alle steentjes. Het horen er 56 te zijn. En ik had de helft geteld. Neem aan dat hier ongeveer 56 steentjes in zitten. Misschien 1 of 2 missende. Maar dat is dan niet echt een probleem. Aangezien ik natuurlijk helemaal niet zoveel geld voor betaald. En er zitten ook 4 van zulke dingetjes in. Dus dat is echt waar je het spel mee speelt. Ik merk gewoon dat ik de laatste tijd sinds Rouds. Daar hebben we toen Kolonisten van Catan gespeeld. En ik vond het gewoon heel erg leuk om van die bordspellen te doen. En toevallig heeft Tara voor haar verjaardag Kolonisten van Catan zelf gekregen. Dus we gaan gewoon lekker weer wat spelletjes doen. Lekker wat meer offline zijn. En daar heb ik heel veel zin in. Ik wilde eigenlijk ook nog een puzzel kopen. En daar hadden ze ook nog een paar van. Maar ik wil dan zeg maar een puzzel hebben waarvan ik het plaatje, dus de afbeelding die je maakt, dat ik die wel heel erg leuk vind. En ik kwam er niet echt eentje tegen die ik heel erg leuk vond. Dus ik dacht, nou ga ik toch eventjes laten liggen. Wellicht dat ik dat gewoon een andere keer ook nog kan shoppen. Nou, zoals je kan zien hebben we van ons lijstje die ik aan het begin van de dag had opgesteld niet alles kunnen afstrepen helaas. Ik heb dus wel nog een denim vest gepast bij de episode. En ik moet zeggen, ik vond me echt heel erg leuk. En ik zit nog steeds een klein beetje aan het denken. Maar aan de andere kant zit ik een beetje te twijfelen of het wel echt wat voor mij is en of ik het wel ga dragen. Dus ik hou dat nog een beetje even on hold om te zien of ik het echt wil hebben. Bij de episode hebben we zelf ook nog heel veel jeans gepast. Ik geloof niet dat we dat uiteindelijk echt gefilmd hebben. Maar ik denk dat we ieder echt wel een stuk of 5 jeans hebben aangepast. Maar alles zat gewoon niet goed genoeg. Dus daar zijn we helaas uiteindelijk niet geslaagd. En qua schoenen hebben we ook niks gevonden. Voor Taar die dan de enkellaarsjes met blokhak wilde. En voor de oversized truien of oversized t-shirts. Die hebben we ook niet echt gevonden. Dus wat dat betreft, kleding vinden is toch nog wel wat... Oh wow, lol. Ik zit aan mijn Converse en ik merk gewoon dat mijn hele zolder afgaat. Oké, ik raak weer te afgeleid. Het shoppen van kleding bij kringloopwinkels, dat is gewoon echt iets waar je geluk voor moet hebben. En aangezien wij nu voor het eerst bij deze winkels waren, überhaupt nu gewoon echt één moment hebben gepakt om eventjes te gaan kijken. Was natuurlijk ook maar een gok of we het wel of niet zouden vinden. Dus dat is op zich niet heel erg. En wellicht dat we een andere keer wel iets kunnen vinden. Ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden om met ons mee op deze kringloop en vintage winkeltocht te gaan. Ik vond het in ieder geval super leuk om een keer dit soort winkels te bezoeken in plaats van bekende ketens in de stad. En laat me vooral even weten wat jij van kringloopwinkels vindt. Of je er ook wel eens komt. En wat misschien jouw laatste aankoop bij een kringloopwinkel is geweest. Mocht je daar ook wel eens shoppen. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Geef hem vooral een duimpje omhoog. Als je het leuk vindt dat we een keer bij een kringloopwinkel weer zijn geweest. En dat hebben gefilmd. Vergeet je ook zeker niet te abonneren natuurlijk op ons kanaal. En dan ja, wens ik je een hele fijne dag toe. En ik zie je snel weer in de volgende video. Doei!